ik de mensen dat niet meer gaan doen. Ze zijn zat. En ik ook. Een medisch mondmasker wordt straks op meer plaatsen verplicht, zoals in winkelstraten en bij sportevenementen. Dat is althans het advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet. Beuningenaren zijn verdeeld over dit idee. Ja, ik vind het prima hoor. Is voor mij geen probleem. Ja, vreselijk. Ik denk ook dat het weinig zin heeft, die mondkapjes. Ja, je ademt je eigen adem weer in. En daar, ja, ik denk dat de rottigheid er toch al tussen zit. Nou, ik vind het onzin. Misschien een heel drukke winkelstraat, maar hier zo, waar ik hier nou ben. Nou, dan vind ik het onzin. Prima. Ja. Vooral als er geen afstand van 1,5 meter gehouden kan worden. Ja. Als het nodig is, dan doen we dat. Ja, maar, ja. Ik heb hem nou ook niet, dus jullie ook niet. Dus ja, het is altijd moeilijk om dat te beslissen, ook daar in Den Haag, zeg maar. Dat is onzin. Dat is gewoon onzin. Ja, waarom is het onzin? Die corona, dat kun je niet tegenhouden. We zijn met te veel mensen hier. Ik vind het prima. Ja? Ja hoor, geen probleem. Waarom vindt u het prima? Nou ja, weet je, we zijn het al zo gewend om het binnen te dragen. Dus die tijd kunnen we het ook nog wel buiten dragen. Het is nog maar de vraag of iedereen zich aan zo'n uitgebreide mondkapjesplicht zal gaan houden. Ik denk mensen dat niet meer gaan doen. Ze zijn zat. En ik ook. Nou ja, het zal mensen zijn die het dan doen. Zekerst. Maar of het zo'n nut heeft, weet ik niet. Het wordt weer een lesje opvoeding waarschijnlijk voor de meeste mensen. Kijk, ik weet niet beter, dus ik heb hem altijd op. In de winkel in ieder geval. En als het dan ook nog buiten zou moeten, dan zou ik er zelf geen probleem mee hebben. Maar ja, ik ben niet iedereen. Je kunt ze niet allemaal aanpassen. Maar het zou wel mooi zijn als iedereen zich volgens de regeltjes een beetje gedraagt. De mensen gaan dat niet doen. De mensen gaan verder met het leven. En dat is maar goed ook. Ja, dat kunnen ze wel controleren. Ja, we hangen er over de camera's in ieder winkelcentrum. Nee, dat denk ik toch wel iets minder. Dat die dat, dus ja, dan moet er toch aan gehandhaafd worden, denk ik. Ja. Maar of dat gaat lukken, dat geloof ik niet in.